van de waarheid hoor. Bijna. De... Ja, een paar dichterbij gaan. Nou, welkom dat jullie er allemaal zijn. Leuk ook om te zien dat er raadsleden zijn en dat er ook mensen van de werkgroep zijn. Want die hebben we de afgelopen tijd heel hard moeten trekken ook om zoveel mogelijk van dit soort jongens buiten te hangen. En 24/7 beschikbaar. En het is fijn dat we als gemeente dan ook het goede voorbeeld kunnen geven om ook in ieder geval zelf een AED 24/7 beschikbaar te hebben. Nou, en ik vond het belangrijk dat de gemeenteraadleden er ook bij zijn, omdat die ook elke keer daar ook aandacht voor hebben gevraagd. Dus dat is fijn dat jullie ook de moeite hebben genomen om op dit tijdstip ook hier te zijn. En natuurlijk de werkgroep. Die volgens mij al, het kan niet vroeg genoeg dat deze dingen beschikbaar komen. Dus het lijkt me extra mooi dat we nu in ieder geval dat moment hebben dat we het eerst gaan onthullen. Want je hoopt natuurlijk nooit dat het gebeurt, maar als er iets gebeurt bij iemand en er is een AED nodig, dan is het wel belangrijk dat die snel voorhanden is en dat we daarmee levens kunnen redden. Ik zou het eigenlijk leuk vinden als de mensen van de werkgroep meehelpen om dit een beetje zo te openen. Want die vrijwilligers die zijn wel de stap naar voren. Ja, ook bij. En niet anoniem als werkgroep lid. Dit is hem, jongens. Ja, jullie bedankt voor al jullie inzet de afgelopen tijd. Ja, nog een foto met z'n allen. Met z'n allen natuurlijk, iedereen er even bij. Nou, is het gelukt? Hard trekken. Mijn naam is Jeroen Mol van Stand Global. Ik ben projectcoördinator van het hart veilig maken van de gemeente Nissewaard. Om dat te realiseren hebben we vandaag als opmaat een nieuwe AED opgehangen hier aan het gemeentehuis. Daarbij is de wethouder betrokken en nog wat andere mensen van de werkgroep aanwezig. Aan de hand van deze deze plaatsing van de AED gaan wij zorgen dat de gemeente Nissewaard hartveilig wordt gemaakt. Hartveilig betekent dat er binnen een straal van 400 meter door heel de gemeente AED's hangen. Die bij een 112 melding gepakt kunnen worden. Belangrijk daarbij is dat de 6 minuten regel wordt gehandhaafd. Deze regel is noodzakelijk puur vanwege het feit dat binnen de 6 minuten iemand gereanimeerd moet worden. Dan wel met een hulpverlener of iemand die de AED gebruikt. Als je na 6 minuten nog met iemand bezig gaat zijn voor reanimatie, dan is de kans op een levenswaardig bestaan gaat echt heel snel achteruit. Dus dit is een beetje de reden waarvoor we het doen. De gemeente is ook actief betrokken bij dit project. En we hopen gewoon medio 2019 de gemeente Nissewaard helemaal hartveilig gemaakt te hebben. De vraag is van waarom wij AED's in de gemeente Nissewaard willen hebben. Nou, dat is om de reden dat we binnen 6 minuten een reanimatie moeten starten. En de AED's moeten dan eigenlijk ook zo snel mogelijk ingezet worden. Die 6 minuten zijn echt van levensbelang. Na 6 minuten, zoals gezegd, neemt het de kwaliteit van het leven af. Wat doen wij eigenlijk als de werkgroep? We proberen zoveel mogelijk van de AED's aangemeld te krijgen. En met aanmelden bedoelen we op de app hartslag.nu. En dat is de enige app die ook op de 112 centrale aangesloten is. Waarvoor is dat belangrijk? Op het moment dat er iemand een hartstilstand heeft en die bij 112 wordt aangemeld, wordt hij ook direct doorgeschakeld naar de app. En dan weet men dus ook, degene die de app dus heeft, de vrijwilligers en de AED staan daarin vermeld, die weten dan waar ze naartoe moeten en hoeveel tijd ze daarvoor hebben. Dus het is essentieel dat we binnen 6 minuten een vrijwilliger hebben die kan reanimeren op de locatie en dat we ook een AED hebben op locatie. Alles binnen 6 minuten draagt erbij zorg dat de kans op overleven best groot is.